Deze beschouwing die gaat over de mannelijke eer. Eigenlijk is dat een dubbelzegging bij mannen. Want als je een man bent, dan heb je een eergevoel. Aan de andere kant is het niet helemaal waar wat ik zeg, want vrouwen hebben ook een eer, maar dat woord gebruiken wij niet meer. De vrouwelijke eer. En een vrouw die geen eer heeft, vroeger was dat zo, hè? Een vrouw die geen eer heeft, die speelt met haar lichamelijke aantrekkingskracht alsof het niks is. Er werd vroeger ook wel gezegd als een vrouw vreemd ging, dat ze haar eer verloren was. Of als een vrouw seks had met zomaar een man, dan was ze haar eer kwijt. Dat was het, ja. Maar dat zeggen wij niet meer, hè? Ik bedenk nu in ene dat ik in het dagboek van Anne Frank, in één van de dagboeken van Anne Frank, want heel vreemd, er zijn er drie. En niet na elkaar geschreven, nee, er zijn drie dagboeken over dezelfde periode. Heel raar is dat eigenlijk. Je denkt nu waarschijnlijk dat ik dit gefantaseerd heb, maar dat is niet zo. Want ik heb dat boekwerk, de dagboeken van Anne Frank, dat heb ik hier in huis. En dat is van de staatsuitgeverij. De Nederlandse staatsuitgeverij. Nou, daarin staat in een van die dagboeken dat Anne Frank fantaseert over het seks hebben met mannen. En zelfs dat ze het heeft over seks hebben met mannen die ouder zijn dan zij. En dat het gaat om de lichamelijke liefde. En of je daarbij je eer verliest of niet, dat doet er niet toe. Zo kom ik er nu op. Maar dat is dan de vrouwelijke eer, daar ga ik het nu niet over hebben. Ik heb het over de mannelijke eer. Ik heb heel wat beschouwingen gehouden over vrouwen die zich onacceptabel gedroegen. Met voorbeelden erbij. De moeder van mijn kind is daar een voorbeeld van. Wat zij gedaan heeft tijdens dat huwelijk, dat is niet acceptabel. Dus ook niet voor mij. Wat zij deed was krenkend en kwetsend voor mijn eer. Dat wel. Dus mijn mannelijke eer werd gekrenkt. Maar dan is het meer het, ja, dat mensen me uitlachten. Mannen dus. Ha, 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 jouw vrouw gaat vreemd. Jij bent een sukkel. En dan ben je aangetast in je eer. Maar over die eer heb ik het niet. Ik heb het nu over de mannelijke eer. En al die dingen die ik gezegd heb over vrouwen, dan is dit nu een keertje zeuren over mannen. Die zich op dezelfde onacceptabele manier in mijn leven hebben gedragen. Dat ik denk, zo gedraag je je niet. Dat is eerloos wat je doet. Als een man, als man zijnde, dien je trots te zijn op dat wat je bereikt hebt. En dien je trots te zijn op dat wat je doet. En als het er om spant, dan is je eer
belangrijker dan wat dan ook. En om dat toe te lichten, ik heb aan het einde van de vorige eeuw, ergens in 1998, heb ik een heel groot softwareproject binnengehaald. En dat ging om een onderneming en die had een wurgcontract met een internationale softwareleverancier. En dat kostte belachelijk veel geld per maand. En die moesten daar vanaf, want anders zouden ze failliet gaan aan de softwarekosten. En geen enkele Nederlandse softwareproducent durfde het aan. Iedereen vond het te ingewikkeld. En ze wilden wel een offerte uitbrengen, maar voor het schrijven van de offerte moest al een bedrag op tafel worden gelegd van heb ik jou daar. En dat kon die klant dus ook niet betalen. Dan betaal je voor een offerte. En op die offerte staat nog een bedrag en dat moet je echt gaan betalen. En ik vroeg geen geld voor de offerte. Ik wilde alleen maar weten wat ze nodig hadden. En toen heb ik een offerte uitgebracht. En ik kreeg de opdracht. En dat was een zware klus. Nou, oké. Het leverde ook een hele hoop geld op. En toen moest het systeem over worden gezet naar het nieuwe systeem, nadat we eerst het nieuwe systeem hadden gemaakt. Tenminste voor 90%, 80%. En de rest zouden we daarna doen. Maar in eerste instantie moest het systeem zoals het was, moest werken. En dan hadden ze nog een hele stapel dingen die hoog nodig moesten verbeterd worden in de specificaties. Maar eerst maar alle data over en door kunnen werken zoals het oude systeem de mogelijkheden bood. Zo'n dataconversie is erg ingewikkeld als het gaat om een complex systeem. Een dataconversie is altijd ingewikkeld en al heel snel vind je het erg complex. Ik heb maanden gewerkt aan die dataconversie. En we hebben proefconversies gedraaid. Wel tientallen. En toen hebben we een conversie gedraaid en die was voor het echt. Voor het echi. En die moest ik op het laatste moment afblazen. Een paar dagen van tevoren. Daar was die klant niet zo blij mee. En die zei, de deadline begint te drukken. We moeten over. En toen is dat nog een keer gebeurd. En toen zei de klant, nu moet ik een boete gaan betalen aan mijn huidige leverancier, doordat ik niet weg ben. En toen heb ik gezegd, dan betaalt onze onderneming die boete. Kijk, dat is eer. Snap je? Je hebt je klant iets beloofd. Dan haal je de deadline niet. Daar was niet met zoveel woorden over gesproken wat we dan zouden gaan doen. Maar het is duidelijk dat je een deadline niet haalt. En dan de eerste keer zei die klant van ik ga wel praten. En ga maar lekker hard doorwerken. Maar toen de tweede keer dat ik de deadline niet haalde, toen moest die vrouw zeggen, een hele goede manager was dat. En die zei nu kan ik het niet meer verkopen. Nu gaat het mijn geld kosten. En wat gaan we met die boete doen? En toen zei ik, dan is die boete voor onze rekening. Lijkt mij. Dat is je eer. Waarop die klant zei, maar begrijp goed, dit is niet de oplossing die ik wil. Ik wil niet dat jij de boete gaat betalen. Ik wil dat jij converteert en dat we overgaan. Er moet wat gaan gebeuren. En ik zei dat ik het begreep en we gingen aan de slag. Toen kwam dan de echte deadline eraan. En wat gebeurt er op de middag voorafgaand aan de overgang? En die overgang die zou beginnen 12:00 s'nachts. En we hadden de tijd tot 7:00 s'morgens. En ik zou dat doen. En doen houdt dan in dat je de verschillende computerprocessen opstart.
Die computer waar die data stond, op stond, die computer zelf stond in Londen. Dat was dan voor het internet. Nou, het internet was het al wel een beetje, maar niet zoals je internet nu kent. Dat je eventjes www.curaçao.nl en hey, zit in Curaçao. Dat was het allemaal niet. Hele ingewikkelde apparaten hadden we erbij en zo. En die middag was ik nog aan het testen. Nog een keer testen, nog een keer check, nog een keer dit. En toen, pats, loop ik tegen een heel gek probleem aan. Ik denk, dit kan niet. En dan ging ik het uitzoeken. En wat bleek nou? De mensen van het Centraal Magazijn, die hadden besloten om de artikelcodering en de indeling in groepen en subgroepen en al die ellende, om die even te gaan herzien. Vlak voor de conversie. En ik die mensen gebeld, want wat hebben jullie nu gedaan? Ja, zeiden ze, we dachten, die oude indeling in die groepen en zo, dat wilden we toch al een hele tijd niet meer. En dat doen we dan nu even. En dan gaan we tenminste naar het nieuwe systeem met een mooie indeling. Ja, zei ik. Maar de conversie is geschreven op basis van die oude indeling. Ja, zeiden ze, wat maakt dat uit? Ja, dat maakte dus uit. Oh, zouden jullie dat je dat moeten zeggen? Ja. Nou, in principe hebben ze gelijk. Hè? Maar ik had er even geen rekening mee gehouden dat het Centraal Magazijn eventjes zou gaan beslissen om het hele artikelenbestand. En dan heb je het over een artikelenbestand met duizenden artikelen. En de partij coderingen, dan sla je stijl van achterover. Nou, had ik die directeur gebeld. En hè, dat was dus na die boete en zo, hè? Al. En nu zouden we echt overgaan. En niet tegen die directeur gezegd van, ja, dit en dit is er gebeurd. En nou weet ik eventjes niet, nou. En zij zei van, ja, maar nou weet ik het ook niet meer. Want we kunnen niet terug. Dus dat je geen ijzer met handen kan breken, dat is op dit moment eventjes niet mijn probleem. En ik zei tegen haar, nou, daar geef ik je groot gelijk in. Ik ga door. Ja, en toen heb ik bij mij op het werk iedereen om de tafel geroepen. Nou, het was een kleine club, een mannetje of 4, 5. En uitgelegd wat er dus fout gegaan was. Namelijk dat het Centraal Magazijn het artikelbestand had heringedeeld, verbeterd. En dat nu allerlei tussentabellen niet meer correct waren. En die moesten dus met handmatige SQL-statements moesten die goedgezet gaan worden. En daar had ik dus de tijd voor vanaf 12 uur 's nachts tot en met 7 uur 's morgens. En in die tijd moest ook nog de echte conversie gaan draaien. Dus ja. Nou, en van die mensen die ik bij die vergadering riep, Het waren er 4. En 3 daarvan, die werkten wel op dat technische gebied, maar die hadden geen kennis van SQL. SQL is een informatica taal, dat doet er niet zoveel toe. Die hadden daar te weinig kennis van. Wel een beetje, maar echt niet genoeg. En de enige die er voldoende kennis van had, dat was mijn mede-vennoot. Dat is een mede-eigenaar van het bedrijf. Hè? En het was op zich zijn project niet. En we hadden de boel verdeeld. En hij had andere dingen aan zijn hoofd. Dat maakt me verder niet uit. En dit is wat ik zou draaien. Het was verreweg het grootste project wat hij en ik ooit in handen hadden gekregen. Ik werkte toen al, ik voor 10 jaar lang met hem gewerkt, met die man. Heel veel gedaan, maar nog nooit zoiets groots als dit. En hij zat erbij bij die vergadering en hij zei niet zoveel. En nou, dan zei ik dus tegen het personeel, de anderen die er waren medewerkers. Ik zei, nou, zo gaan we doen. Vannacht, ik ga nog even naar huis. Ik ga wat eten en ik ben hier terug om 11:30.
En dan ga ik de lijnen open naar Londen, lijnen openen naar Londen toe. En ik begin de eerste data te trekken. En dan weet ik de omvang van het probleem. En dan ga ik het zo analyseren. En dan ga ik handmatig de tussentabellen aanpassen. En dan, God zegene de greep. Dan knal ik alles over. En ik keek naar mijn medevennoot. Van, hoe laat ga jij dan? Wat zullen we afspreken? En mijn medevennoot, die keek mij zo droogjes aan. En die zei doodleuk. Van, nou, het is, jij kwam met dit project. Het is jouw project. Dus je bekijkt het maar. En hij ging gewoon naar huis. En de volgende ochtend, om een uurtje of 9, kwam hij een keer binnenwandelen en ging eerst maar eens even koffie zetten. Hij vroeg niet eens als eerste aan mij van, is het allemaal gelukt? Nee, het interesseerde me helemaal niet. Dat was toch mijn project en hij had andere dingen aan zijn hoofd, hoor. Dat is eerloos wat je dan doet. En nu zijn wij 20 jaar verder. En dat project, die klant, die heeft hij nu. Dus toen er keihard gewerkt moest worden om het project überhaupt van de grond te krijgen, toen ging die lieve naar zijn lieve vriendin om een pizzaatje te eten en een beetje op tijd naar bed. En nu de hele boel dus lekker draait en zo, zit hij fijn met die klant. En hij vindt dat ook echt zijn klant. Een eerloze man. Ik werk niet meer met hem samen. Er zijn in de tussentijd nog een aantal andere dingen gebeurd. Waaronder dat ik ontdekte dat hij de backup van een groot project wat ik draaide, dat hij de backup had uitgeschakeld. Want hij was verantwoordelijk voor de backup. En hij zag dat de harde schijf vol ging lopen met al die kopieën. En in plaats dat hij het fatsoen had om die oude kopieën weg te gooien, zodat er nieuwe backups bij konden komen, dacht hij van, nou, we kunnen het probleem ook oplossen door de backup uit te zetten. En dan komen er gewoon geen nieuwe kopieën meer bij. En dan loopt de harde schijf niet vol. De harde schijf stond vol met oude backups van ik weet niet hoeveel maanden geleden. En die zou hij nog wel een keer gaan weggooien, denk ik. Maar er werden dus geen backups meer gedraaid. En daar kom ik dan zelf achter. En dan bel ik hem op. Eerst dacht ik nog dat het backuppen, het proces, dat daar een computerfout in geslopen was, waardoor dat backuppen gestaakt was. Maar dat was niet zo. Hij had het hoogstpersoonlijk zelf uitgezet. Nou, en dan moet je weten dat je als automatiseerder ben je verantwoordelijk voor die gegevens van de klant. En als dan zo'n backup nodig is omdat er echt wat fout gegaan is, en dat er iets fout gaat, dat kan ook komen door je eigen schuld als automatiseerder. Maar het kan ook natuurlijk ook komen dat er bij de klant wat misgaat. Maar in beide gevallen moet je als automatiseerder voor de dag kunnen komen met de backup van gisteravond. Nou, het bleek dus dat we al 10 dagen lang zonder backup zaten. En zijn doodleuke antwoord was dus van, ja, ik vond die gegevensset te groot. En de schijf dreigde vol te lopen. Nou, toen heb ik tegen hem gezegd van, nou, je gaat die oude rotzooi maar opruimen. En dan maak je maar weer ruimte. Want die hele oude dingen hebben we toch niet meer nodig.
Een klant is niet geïnteresseerd aan de backup van 3,5 jaar geleden. Het is leuk als je die hebt, maar meer niet. En hij zei, ja, nou, oké, maar ja, nou, dat is wel. En toen ben ik maar een nieuw backup schema gaan schrijven, waarbij de computer dat doet. Waarbij de computer, als er een nieuwe backup gemaakt moet gaan worden, dat hij eerst gaat kijken of er oude backups weg kunnen. Want je hoeft niet alles te bewaren. Je hoeft niet de backup van 3 jaar geleden 13 maart te hebben. Als je de backup hebt van 3 jaar geleden van 31 december van dat jaar, dat is goed genoeg. Ja, dan schrijf ik hem zelf maar. En toen heb ik die software geactiveerd en toen gingen de backups dus prima. En die zijn dus nooit meer uit de hand gelopen. Ik heb nooit van hem gehoord van, wat een mooie software. Nee, hij is zoiets van, oh ja, oh zo had het dus gemoeten, ja ja. Nou ja, het is nou toch al geschreven, dus klaar, dat is mooi. Ja, het was zijn verantwoordelijkheid, hè? En nou recentelijk iets, dat in 2009, dus 11 jaar geleden, was er een man en die zat helemaal fout met zijn inkomen en toestanden. En die zou zijn werk wat hij had in Utrecht, zou die kwijtraken. Hij werkte als ZZP'er. En dan zou die kwijtraken omdat hij zijn auto kwijt zou raken. En die auto zou hij kwijtraken doordat hij geen auto meer op zijn eigen naam kon zetten. En hij had niemand nodig om die auto op te zetten, op de naam. En toen sprak hij mij erop aan van ja, wij zijn toch vrienden? En vrienden die doen dat toch voor elkaar? En ik ben toen zo stom geweest om ja te zeggen. En die auto die hij dan geregeld had voor zijn werk, die kwam op mijn naam te staan. En hij zou het allemaal regelen. Het was maar voor eventjes namelijk. Want dan zou hij gaan werken, dan zou hij geld gaan verdienen, dan zou hij dat en dat en dat af kunnen betalen. Hij had openstaande verkeersboetes of zo. En dan had ik hem eventjes door een moeilijk dal heen geholpen. Dat is toch waar vrienden voor zijn. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Ik kreeg hier allemaal blauwe enveloppen in mijn brievenbus. Over niet betaalde verzekeringspremies, over parkeerboetes, over snelheidsovertredingen, over rijden zonder APK, over allemaal ellende. En uiteindelijk de politie aan de lijn. Nou, dat heb ik tegen de politie verteld van nou, zo en zo zit het. En die persoon in kwestie, die zie ik wel eens. Ik zag hem toen zeker wel 1 of 2 keer in de week in de kroeg. Ik zeg maar, die doet, die lacht me gewoon uit. Ja, maak je nou maar geen zorgen. Ik regel er wel, niet zo moeilijk doen en regel ik heus wel. Ja, het heeft die agent mij gezegd van ja, je bent een ontzettende stomme eikel geweest. Dat jij een auto van een ander op jouw naam hebt laten zetten. Dat moet je helemaal niet doen. Het is zelfs verboden bij de wet. Maar, zei die agent, daar gaan we dus niet moeilijk over doen nu. Wat wel moet gaan gebeuren, die auto moet van de weg af. Want dit kan zo niet langer. En ik moest meewerken. En dat heb ik gedaan. Dus wat ik maar wist, wat de politie wilde weten, van, en waar woont die man dan? En toen zijn de politie mensen gaan zoeken. Hebben ze die auto gevonden, hebben ze van straat afgehaald. Hij was dus die auto kwijt en ik was van het probleem af. En er kwamen geen blauwe enveloppen meer met parkeerboetes en al die andere ellende. Want die auto die was in beslag genomen door de politie. Nou, dat is mooi. En ik dus hier naar die man toe, want geld. Want
De schade voor mij was inmiddels opgelopen tot 5.500 euro. En ik heb hem vaak genoeg erop aangesproken. En lulkoek naar mij toe. Een eerloze man. En recentelijk, ik heb meerdere acties ondernomen, allemaal vruchteloos. En recentelijk dacht ik, nou is het klaar. Nu ga ik betalen aan een advocaat. Dan heb ik 400 euro betaald aan een advocaat in mijn huidige situatie. Met een inkomen van... ja, dat kan je wel voorstellen. Als je schoonmaakt in de gehandicaptenzorg, dat is niet €180 euro per uur of zo. Dus die 400 euro, dat was een behoorlijke aanslag op mijn buffer die ik heb, op mijn spaarrekening. Dat hielp, by the way. Inmiddels bleek die man onder bewindvoering te staan. En zijn adres was ik dan uiteindelijk achtergekomen en er was dan contact geweest met die bewindvoerder. En ik denk, nou ja, oké, het heeft 400 euro gekost, maar... Nu gaan we dan uiteindelijk nog iets terugzien van die 5.500 euro. En dat is nog gerekend zonder rente. Nou is de rente momenteel erg laag, maar dan nog. De rente bij de Belastingdienst is helemaal niet laag, by the way. Nou, en dan kreeg ik van een wederzijdse kennis vorige week een e-mail dat deze eerloze man overleden is. Hoppa. Dus die 400 euro die ik aan die advocaat heb uitgegeven, die kan ik lekker op mijn buik schrijven. Eerloze mannen. Ze zijn er, hoor. En als je als vrouw zo'n man treft, dat is een hel. Met al die vrouwen, zeg ik je nu, in Nederland, die een relatie aangegaan zijn met een eerloze man, ik betreur je lot. En hoeveel mannen in Nederland hebben eigenlijk eer? Ik heb een vraag aan jou nu. Voor welke man in Nederland betekent het nog wat dat je je mannelijke eer hebt? En dat je dus niet als je vennoot, je mede-vennoot, tegen een hobbel aanloopt in een project, wat als het uiteindelijk ging het goed en stroomde er tonnen euro's binnen. En daar heeft die vent wel lekker van mee zitten eten. En uiteindelijk heeft hij die klant eraan overgehouden. Dus uiteindelijk kwam er wel poen, maar op dat moment moest er één nacht worden doorgewerkt, meer niet. En daar loop je voor weg. En dan die andere man die dus een vriendendienst vraagt. En dan vervolgens onder dat hoofdstuk, onder dat kapitel, alleen maar denkt, nou, hij kan mijn rug op. Dat heet, zo iemand noem je een matennaaier. Ja, dat ik het even weet. Ze lopen in de rondte. Het is een teken van deze maatschappij dat mannen geen eer meer hebben. Ze doen maar wat.
Ze beloven dingen en die doen ze helemaal niet. Heel erg, vind ik dat. Niet voor mezelf hoor, daar maal ik niet om. Kijk, met die man die niet eens bereid was om een nacht door te werken, daar werk ik gewoon niet meer mee samen. Ik heb het op allerlei manieren nog geprobeerd om hem te motiveren om van zijn luie bipspartij af te komen en aan de slag te gaan, maar dat doet hij toch niet. Kennelijk zit die eerloosheid er heel diep in als hij er een keertje in zit. Ze hebben het helemaal niet. En die andere man die mij dat geintje heeft geflikt met die auto, ja, die is nu overleden. Dus ja. Over de doden niets dan goeds. Normaal gesproken. En ik kan zeggen, het is een eerloze man. Die willens en wetens mij heeft opgezadeld met een enorme financiële strop. Uit pure gemakzuchtigheid. Het kon, dus dan deed hij het maar zo. Dan laten we Perry er maar voor opdraaien. Kijk, en voor mij met mijn geld. Ja. Als je me een beetje naar me geluisterd hebt. Ik maal niet om geld. Het is niet wat het leven voor mij in petto heeft, dacht ik. Ik vind het niet interessant. Ik heb nu een leuke baan. Ik ga er morgen weer met plezier naartoe. Dat vind ik veel belangrijker. En geld nu, ja. Elke dag moet ik wat eten. Elke dag moet ik wat drinken. Ja, daar heb je het gehad. Beetje kleren. Nee, het gaat niet om mij. Het gaat om de maatschappij. De eerloze maatschappij. Ik hoor dat ook van iemand en die werkt voor een maatschappij. En hij is een eervolle man. En zijn baas en het merendeel van zijn collega's die gaan zich te buiten aan alcohol en drugs en buitenechtelijke seks. Maar hij vindt het verschrikkelijk. En hij kan er niks van zeggen, want ja, het is werk en hij heeft niet zomaar wat anders. Hij zou wel willen, maar ja, niet voor iedereen is dat mogelijk. Bizar vind ik dat. Het is wel echt wel erg. Het is denk ik het ergste voor de vrouwen die zo'n man hebben uitgekozen in goed vertrouwen. Ik ken ook een man en die werkte voor een automatiseerder. En ergens in het begin van de 21ste eeuw, 2003, 2004. Toen kwam HTTP zette heel erg door. Hypertext Transfer Protocol. Internet met pagina's en zo. En dat is ooit begonnen als simpele tekstbestandjes. HTML documentjes die je kon openklikken. En dan, hey, leuke dingen. En in 2003, 2004 werd het mogelijk om ook dingen als video en audio te gaan doen. Nu is het allemaal heel logisch, hè? Met YouTube en iedereen snapt het. Hè? Maar toen zag ik het al aankomen. De eerste dingen voor video en audio via HTTP, die had ik al van die proefdingetjes
kleine Macintosh-applicaties die dat al deden. Maar heel erg kneuterig. En ik zei tegen hem van nou, jouw baas die moet op deze technologie in gaan zetten. En hij zei tegen mij, wow, dit is HTTP, man. Ja, dat is allemaal ja, kinderschoenen. En wij houden van gedegen, doorwrochte technologie. Zoiets ga ik aan mijn baas niet voorstellen. Toen dacht ik, nou, dat moet je zelf weten. Dan mis je wel een kans. Hij had gelijk in die zin dat het allemaal in de kinderschoenen stond, zeker in die dagen. Maar was zijn baas toen erop geattendeerd en had zijn baas toegehapt? Ja, dan had hij nu... Ja, nu heeft zijn baas denk ik een gigantische achterstand. Ga het nu nog maar een keer inhalen. Ik weet niet hoe het is hoor, daar in dat bedrijf, want ik spreek die man niet meer. Anyway, ergens in 2009... komt die man naar me toe, zag ik hem weer eens een keer. En toen zei hij tegen mij, ik heb tegen mijn baas gezegd, we moeten audio en video gaan doen via HTTP, want het is het helemaal en lalalala. Ja, inderdaad, in die tijd was het al een stuk verder doorontwikkeld. En nu nog meer, maar toen was het al heel fatsoenlijk hoor. Door YouTube is begonnen in 2006 of zo, hè. En ik hoor dat zo aan en ik dacht dus van nou, 6 jaar geleden zat je mij nog uit te maken voor een of andere maloot. En nu dit? En dan zegt zo iemand ook niet van, goh Perry, wat jij destijds zei hè, in 2003, dat we HTTP moesten gaan doen met audio en video. Hè? Nou, nu snap ik wat je toen bedoelde. En ben jij maf? Hij deed alsof hij zelf het licht had gezien. En ik zei er maar niks van. Ik liet hem maar doorkletsen. En hij vertelde er dus bij met een chagrijnig hoofd van ja, ik ben naar mijn baas toegestapt en mijn baas ziet er voorlopig helemaal geen gat in. En nou, als mijn baas echt niet overstag komt, nou wat ik dan ga doen, dan ga ik een eigen firma stichten en dan ga ik het wel doen en dan pik ik mooi alle klanten in van mijn baas. En toen zei ik weer niks. Maar ik zal je even vertellen, als jij dat ooit mocht van plan zijn te gaan doen, niet doen. Want in Nederland geldt het concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer. En je mag als werknemer niet de concurrent worden van je werkgever. Ja, na zoveel tijd wel, maar niet als je net ontslag hebt genomen. Dus er gaat zoveel jaar overheen en dan mag je de concurrent worden van je baas. Van jouw vorige baas, maar niet gelijk. En doe je dat toch, ook al staat dat niet met zoveel letters in je arbeidscontract. Het is impliciet in het Nederlands recht opgenomen. En het is een eerloze daad om de klanten van je baas in te pikken. Het is diefstal. En diefstal is eerloos. Zo ken ik er nog wel meer hoor, van die mannekes. Eerloze mannen. En dan dat laatste voorbeeld, die man, die zit dus wel in de kerk, hè? En doet alsof hij de Bijbel begrijpt. En hij doet alsof hij ernaar leeft. En ik kan je vertellen dat dat niet het geval is. Zakhooi dat hij is. Of moet je zeggen slapjanus. En ik vraag me af waar dat vandaan komt. Ik denk dat het komt vanuit dezelfde bron als die vrouwen met dat onacceptabele gedrag. Een lamlendigheid in de maatschappij. Dat schat ik zo in.
ook met die aanslagen van 11 september... dat er dan mensen, mannen zijn en die gingen dan lachen. Toen ik ze vertelde wat ik tot de ontdekking was gekomen via internet... over de aard en de toedracht van die aanslagen. En uiteindelijk gingen ze zo zeggen van, nou, daar heb je hem weer. Met zijn conspiratie-samensweringshoax. Hi, wat is Perry toch een rare vind. Wie wil er nou wat drinken? Eerloze mannen. Dat doe je toch niet als man? Iemand komt naar je toe en die vertelt een verhaal en dat correspondeert niet met jouw beeld. Dan ga je toch op onderzoek uit. Dat doen ze helemaal niet. Ik vind het verbazingwekkend. Dat het eergevoel zo laag is. Een man dient te staan voor ratio en doordachtheid en betrouwbaarheid, eerlijkheid. En dan natuurlijk daarbovenop creativiteit en doorzettingsvermogen. Dat is een man. En dat zie ik helemaal niet meer. Ja, niet helemaal niet meer. Maar. Door mijn vriend Wim Kruidentuin. Dat is een man van eer. Die heeft mij nog nooit laten zakken. Weliswaar had hij het moeilijk met het accepteren van die aanslagen van 11 september. Daar heeft hij best een tijdje over gedaan. Maar inmiddels zijn we daar wel uit. Ze zijn er wel. En wat mij betreft... ik vind het ultieme voor een man dat hij... respect heeft voor de inhoud van de Bijbel. En de Bijbel ook begrijpt naar wat er in de Bijbel staat. Dat vind ik erg belangrijk. Maar het hoeft niet per se. Als een man al zegt, ik heb mijn eer. En als ik iets beloof, dan doe ik het. En als ik iets vind, dan zeg ik het ook. Dan is mij dat ook al genoeg voor dat moment. En dat mis je. Dat hoorde ik ook op van een man en dat was op mijn werk... En die man die nam het niet zo nauw met de werktijden. En die dacht er wel even weg mee te komen. Ja, en dat komt dan uit. En dan wordt die man daarop aangesproken. En dan gaan we lelijke dingen zeggen. En ik denk dan alleen maar van, vent, hoe kan je dat nou doen? Je hebt toch een afspraak? Je moet zoveel uur werken en daarvoor krijg je betaald. En dat je de mogelijkheid ziet om daar een beetje mee te gaan lopen marchanderen. Dus, ja, dat je het overweegt, vind ik al niks. Dat hoort toch niet bij je eer? Ik zal je een voorbeeld geven. Nu met die coronacrisis toestanden.
is er één klus die ik altijd doe in de week. Dat is 1 uur werk. En dat klusje, dat hoeft nu niet meer. Ja, toevallig sprak ik mijn baas vandaag. En ik zei tegen hem, van ja, over dat uren wat ik nou niet hoef te komen. Wat zal ik dan gaan doen? Nou, zei mijn baas, niks. Want ja, die klus is weg. Ik zei, ja. Nou, weet je wat? We zetten het op de lat. En toen keek mijn baas, die keek me zo aan. En dan moest hij lachen. Toen zei hij, oké, goede afspraak. Dus, de komende vrijdag werk ik 1 uur minder. En daar ga ik dus wel voor betaald krijgen. En hij en ik weten dat dat uur mag hij mij te zijner tijd inzetten voor wat anders. Als hij een keer wat nodig heeft. Er wordt iemand ziek of zo. Dan moet er even ingesprongen worden. Nou, dan kan hij mij bellen. En voor de komende 3 weken is dat zo. Dus 3 uur staan er straks bij mij op de lat. En die zijn van mijn baas. Die heb ik niet gewerkt, maar daar heb ik wel betaald voor gekregen. En ja, ik zou niet weten waarom ik betaald moet krijgen voor uren die ik niet gewerkt heb. Dat is toch je eer? Ik ben toch niet hulpbehoevend of zo? Wat is er voor onzin? Hetzelfde vind ik voor mannen die bedelen. Dat is je eer toch daarna? In Nederland hoef je niet te bedelen. Oh ja, ik ken een man en die zit op een uitkering. En ze hebben geprobeerd vanuit de gemeente om hem aan het werk te krijgen. Maar de banen die ze hadden, die waren, vond hij, onder zijn niveau. En kennelijk staat dat ergens in de Nederlandse wet dat je niet verplicht kan worden om onder je niveau een baan te accepteren. Dus zit hij nou lekker op een uitkering. Maar dat is toch je eer daarna? En hij heeft er helemaal geen moeite mee. Lekker elke dag een beetje bier drinken, een beetje wiet roken, een beetje porno kijken. En oh, is het alweer zo laat? Nou, morgen weer een hele dag. Ik ga nu maar even slapen. Hij krijgt net zoveel binnen als ik momenteel. Nou, ietsje minder misschien, maar niet veel. Maar het komt niet in me op om daarvoor te kiezen. Ik zat vorig jaar bij de gemeente zo echt behoorlijk aan de grond. En tegen die vrouwen die vroegen, die nam eens eerst de maat op. Van nou, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat, hoe zit het met zus, hoe zit het met zo. Ik zei, nou, zo staan we ervoor. Ja, zei ze, dan heb ik nu nog een vraag. Bent u bereid om werk te accepteren? Ik zei, ja, natuurlijk. Zeg maar wat? Ja. En dan kreeg ik zo'n lijstje van, kon je aanvinken wat je bereid was om te doen? Nou, er zaten bepaalde dingen bij waarvan ik dacht van, ja, dat moet je mij niet laten doen. En bij productiewerk bijvoorbeeld, daar heb ik een kruisje gezet. Ik kan toch productiewerk doen? Wat is dat nou? Doppen draaien op melkflessen? Zeg het maar. Stopcontacten in elkaar schroeven? Dat maakt mij niet uit. En die vrouw die keek me echt zo aan. Ja, zo'n antwoord had ze niet verwacht. En toen ik er ook nog bij zei, van nou, want ik had ook bij de zorg had ik aangekruist. En ik dacht, ja, in de zorg, dat kan ik toch ook.
boodschappen doen voor bejaarden. Ja, zeg maar. Wat maakt mij dat nou uit? Ik had op dat moment... moest er geld binnenkomen op mijn bankrekening. Anders krijg ik een probleem met mijn woningbouwvereniging. En toen ik zei van, nou, dat ik wel in de zorg wilde, en, of thuishulp, of zeg maar, hè? Toen werd ze helemaal enthousiast. Toen zei ze, oh, dan ga ik gelijk even voor je vragen. En ik kreeg gelijk te horen van, nou, we vinden wel wat. Ja, en nu heb ik een baan in de zorg. Dus je gaat mij niet vertellen dat je in Nederland moet gaan bedelen. Dat is eenvoudigweg niet waar. En mensen doen dat wel. En letterlijk bedelen, gaan ze bij de Albert Heijn zitten. Of formeel gesproken niet bedelen, maar het komt er maatschappelijk gesproken wel op neer. Met een uitkering thuis zitten. Eerloos. En dat heeft helemaal niks te maken met... ja, maar het systeem vind ik zus... of het systeem vind ik zo... En, nee, het is je mannelijke eer. Waar is die gebleven? Hoe kan je nou als man... voor jezelf verantwoorden... dat je niet hoeft te werken, maar dat je wel geld krijgt? Wat voor leven leid je dan? Dat ben je toch met me eens, of niet? En ik sprak ook iemand en die heeft dan psychische problemen. En die zit ook al een hele tijd in een uitkering. En die uitkeringsinstantie heeft dus ook tegen hem gezegd... van, is het niet eens tijd dat jij naar het werk gaat? En dan heeft hij tegen die instantie gezegd van... ja, maar ik heb psychische problemen en dan wil ik hulp. En toen hebben ze hem gezegd... nou, oké, dan kan je je gaan vervoegen bij een psychiater. En dan heeft hij gezegd van... ja, maar ik wil niet bij een psychiater. En dan denk ik, ja, verdorie. Wat wil je dan? Ja, maar ik geloof niet in psychiatrie. Ja, maar wat wil je dan? Waar is je eer? Ik kan het niet maken. Nee, ik begrijp dat niet goed. En ik zie daar een probleem in. En ik zou niet weten hoe je een man die eerloos is... hoe je die dusdanig aan kan spreken dat hij weer gaat geven om zijn eer. Ik zou het niet weten. Vreemd hoor. En ik heb het idee dat dat eerloosheid van mannen, dat dat toegenomen is. En dat dat vroeger niet zo was. Misschien dat jij daar een hoopvoller idee bij hebt, namelijk dat het vroeger ook al zo was. Dat het aantal eerloze mannen niet is toegenomen, maar dat het net zoveel is als vroeger, namelijk best veel. Nou ja, je mag erop reageren. Je mag er ook zelf over na gaan denken. En ik ga er ook verder over nadenken. Wat je daar nou mee moet als je dat soort eerloze mannen in je omgeving hebt. En ook denk ik dat die eerloze mannen
heel makkelijk ertoe overgaan om dat vingertje te wijzen naar een ander en hele vervelende dingen te gaan lopen zeggen in gezelschap over een ander. Om als het ware de Zwarte Piet maar op voorhand door te spelen aan een ander dus. Ja, maar die gaat ook helemaal niet goed hoor. Een categorie de pot die de ketel verwijt, dat die zwart zit. En dat is ook het punt in al die beschouwingen die ik heb gehouden. Dat ik het lekker kan hebben over wat de overheid nu weer heeft uitgefroten. Dat is maar één kant van de medaille die het probleem is. Aan die andere kant, dat zijn wij zelf. Met vrouwen die het niet zo nauw nemen met hun functie en dat wat er van hun verwacht wordt. En mannen die geen eergevoel meer hebben. Zou dat dan komen door die bisphenol A, die weekmaker in dat plastic? Dat het plastic niet alleen wordt week gemaakt, maar dat die mannen die dat bisphenol A binnenkrijgen, dat die mannen ook week worden. Want dat is het. Het zijn geen mannen meer die ergens voor staan. Het zijn mannen die, als ze tegenslagen hebben, dat ze dan maar bij de pakken neer gaan zitten en dan het niet meer dan logisch vinden dat ze automatisch geld gaan krijgen op hun bankrekening. Maar nou, ik werk niet meer hoor. Dat kan toch niet? En dan kan je 10 keer zeggen dat het financiële systeem in Nederland doorgestoken kaart is en je wordt alleen maar uitgezogen en ja, en dat weet ik ook wel. Maar het is toch je eer te na dat je niet werkt? Hoe moet je zeggen, het is je eer te na. Ja, het is je eer te na dat je niet werkt. Ja. Als je helemaal niet kan werken, is het wat anders, maar. Maar als je helemaal niet kan werken, dan ga jij je als man lopen afvragen hoe je dan toch kan gaan werken. Oh ja, een ander voorbeeldje. Toen ik in. En niet dat ik zo fantastisch ben, hè? Daar gaat het niet om. Het gaat als voorbeeld van eer. Hè? Eind oktober vorig jaar kreeg ik dat akkefietje met mijn pink. Dat ik geopereerd moest worden. En toen kon ik niet meer dat schoonmaakwerk doen. Eind oktober was dat, ja. Nou, zit ik dus thuis. Nou, de eerste weken, ik zag helemaal sterretjes van de pijn en toestanden. En ik vond me, eigenlijk was ik echt wel gehandicapt op dat moment. Ik kon niet eens mijn gulp dicht doen van mijn broek. Heb je toch een probleem als je boodschappen moet doen. Los van het feit dat je met 1 hand moet afrekenen in de supermarkt. Maar dat is niet eenvoudig. Maar na een paar weken dacht ik van wauw. Okay. En ik mocht dus absoluut geen lichamelijke arbeid verrichten van de dokter. Die had het expliciet verboden. Die hand die moest rust hebben. Nou, daar is alle begrip voor bij mijn werkgever. Mijn reuze, ja, ze echt super fijn geregeld. En ik kreeg toch nog ziektedingesuitkering. En het was echt fantastisch. Ik heb een echt fantastische werkgever. En dan zit ik dus lekker hier in mijn IKEA-bedje. Met, weer op IKEA. Ik kwam weer een tiet geld binnen. Ik denk, nou, mooi zo. Maar dat kan toch niet? Dus ik heb. Tot 2 keer toe heb ik een mail gestuurd naar het planningsbureau wat mij inplande. En tot 2 keer toe verzocht van ja, heb je niet wat voor mij? Want ik mag geen lichamelijk werk doen. Dus dat schoonmaken, dat mag niet.
Maar ik kan echt van alles. Administratief dan, bijvoorbeeld. Hè? Dat is dan het enige wat overblijft. Of de telefoon opnemen. Nou, dat kan ik ook. Laat me maar wat doen. En die dames van het planbureau een beetje lachen. Zo van ja. Die vonden het wel leuk. Maar zeiden ze, ja, we hebben niks voor je. Kijk, dan houd het op. Dan weet ik het ook niet. Ik heb toen ook naar de uitzendbureaus heb ik gebeld en gezegd van, nou, ik kan van alles doen als het maar niet lichamelijk is. Maar ik kan wel debiteuren inboeken, of crediteuren inboeken, of debiteuren nabellen van, nou meneer, u heeft nog een nota openstaan van 1340. En ja, we hebben al 3 herinneringen gestuurd, maar hoe gaat het nou met de afbetaling? Dat kan ik natuurlijk doen, wat is dat nou? Ik kan het met 1 hand typen. En computers kan ik bedienen. Dus. Maar ja, dat levert er niks op. Dus ja. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Maar dat gaat toch om je eer? En voor een heel aantal mannen niet meer. En dat is niet goed. En het is niet de schuld van de vrouwen. Kijk, he, het hoge woord is eruit. Eindelijk iets wat niet de schuld is van vrouwen. Sorry, ik bedoel het niet. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dit is best lullig. Het is echt een typisch lullig probleem. Waar vrouwen niks aan kunnen doen. Nou, ik heb het nu afgetrapt. De spits is eraf. En ik ga er nog eens over peinzen. Wat ik hier nou voor opbouwens aan toe kan voegen. Want er moet iets aan inzicht gaan komen, lijkt mij. Huh? Nou, voor al die mannen die nou geluisterd hebben. En voor al die vrouwen die geluisterd hebben. Die er niks aan kunnen doen. Maar die mannen wel. Ik bedoel, wij mannen kunnen elkaar erop aanspreken en zeggen van, hé, Joris, dat doen we niet, hè. Je mag dan wel niet een bijbelgelovende christen zijn, maar het adagium van de Bijbel wat luidt, hij die niet werkt zal niet eten. Dat kan je ook invullen vanuit je eergevoel. Dat wij mannen elkaar eens een trap onder de reet gaan geven. En onze onder elkaar eens even gaan aanspreken op ons oneervolle gedrag als dat plaatsvindt. Huh? Nou, dus tegen die vrouwen die er niks aan kunnen doen. En tegen die mannen die er wel wat aan kunnen doen. Zeg ik op zijn hamburgers, tjus. En dag, eervolle mannen. En vrouwen natuurlijk.